Charling. Hey, dag Sander. Hallo. Alles goed? Alles goed, welkom. Hey, een politicus in de daklozenopvang. Iedereen is hier welkom, hè? Waar dus, wil je jou spreken? Nou, je vroeg om een plek waar mijn passie ligt. En ik werk hier. En het is een hele bijzondere plek in Rotterdam. Waar mensen komen die echt helemaal niets meer hebben. En hier aankloppen. En wij mogen ze hier helpen. Dus dat doe ik met heel veel plezier. Nou, ik wil het graag zien. Kom binnen. Dit is de plek waar het allemaal gebeurt. Ja. En ja, hier komen de mensen van de straat. En hier vangen we ze op. Met allemaal soorten hulpvragen. Mensen die kleding nodig hebben. Mensen die eten nodig hebben. Mensen die onderdak. Noem maar op. Ja, ik ben verantwoordelijk voor deze opvang. En dat wil zeggen dat ik met de mensen hier probeer het een zo goed mogelijke plek te maken. Dat het gezellig is, dat er activiteiten zijn, dat mensen aan de slag kunnen ook met hun problemen, maar ook weer aan de slag kunnen met werk. Waar komt jouw passie vandaan om deze mensen te helpen? Nou, we zijn hier in Rotterdam. En Rotterdam is de armste stad van Nederland. En nergens groeien zoveel kinderen op in armoede in Nederland als in Rotterdam. Ja. En daarom wil ik me daarvoor inzetten. Ik vind het echt onrechtvaardig als we zo rijk zijn en zoveel hebben. En tegelijkertijd de mensen zijn die echt helemaal niets hebben. Het lijkt me wel een heftige baan, want je krijgt natuurlijk heel veel verschrikkelijke verhalen te horen. Ja, de verhalen zijn eindeloos. Verhalen van mensen die helemaal niets meer hebben. Mensen die geen kleding hebben. Kleding hier moeten krijgen. Mensen die geen eten hebben, al dagen niet. Mensen die geen onderdak hebben. De zorgverzekering is al lang gestopt. De contact met de huisarts is kwijt. Mensen komen met medische problemen, psychische problemen. Alles komt hier eigenlijk langs. En hoe kan je ze dan helpen? Nou, we helpen ze door in kaart te brengen van wat is je situatie en wat heb je nodig. We hebben een aantal hele professionele medewerkers die de weg weer vinden naar hulp. Maar we bieden ze ook onderdak en we bieden ze ook weer activiteiten aan, training, om ook weer aan het werk te gaan. Wat voor activiteiten zijn dat? Allerlei soorten cursussen die mensen kunnen doen. Cursussen voor taal bijvoorbeeld, dat is vaak een hele belangrijke. Maar ook om bijvoorbeeld te leren solliciteren. Of hoe zoek ik nou weer naar een woning, om daarbij te helpen. Maar ook vaardigheden rondom houtbewerking of groenvoorziening, waarmee mensen ook weer aan de slag kunnen. Wat houdt jij nou op de been? Wat drijft jou? Nou, af en toe de successen. Onlangs was ik in de nachtopvang en daar hingen de slingers. Want er was een echtpaar wat een jaar lang in de nachtopvang heeft gewoond en na een jaar een huis had gekregen, toegewezen gekregen. En weer terug kon naar een eigen huis. En dat vierden ze in de nachtopvang. En dan denk ik van, wow. Yes, daar doe ik het voor. Ja. Zijn dat echt successtories? Ja, maar ook de kleine verhalen van, er was een vrouw die hier aankwam, helemaal niks wilde, van niemand niet. Ze accepteerde ons nog net, maar dat ging heel moeizaam. En na 4 keer hier gekomen te zijn, ging de knop om. En deze vrouw heeft haar leven weer op kunnen pakken. En is weer iemand die gewoon weer volop in de samenleving staat. Nou, als je ziet waar ze vandaan kwam en wat ze nu heeft, ja, daar word je heel warm van. Ik zie het aan je. Ja, dat is mijn passie. Ja. Ja. Maar je bent ook politicus. Als jij het dadelijk voor het zeggen krijgt, wat wil je dan veranderen in Rotterdam? Nou, ik vind dat Rotterdam veel meer aandacht moet hebben voor de armoede. Nou, bijvoorbeeld de schuldhulpverlening. Je ziet dat er tienduizenden mensen in de schulden zitten. Echt in schulden waar ze zonder hulp niet uitkomen. Terwijl de overheid maar 8% van deze mensen bereikt. Dat is veel te weinig. We moeten veel beter de mensen ondersteunen. En veel meer individuele begeleiding geven aan deze mensen. Zodat ze er weer uitkomen. Want met schulden kom je echt nooit uit de armoede. Is dat echt je speerpunt of wat wil je nog meer punten? Dat is een belangrijk speerpunt voor ons. We vinden ook dat de stad duurzamer moet. Dat is een ander onderwerp. De stad is ontzettend vervuild. Je gaat hier statistisch gezien eerder dood als je in Rotterdam woont. We moeten dus grote stappen daarin gaan maken de komende tijd. Bijvoorbeeld door heel kritisch te kijken naar de haven. En naar de kolenoverslag die daar bijvoorbeeld is. En de kolencentrales die er zijn. Maar ook naar de luchtkwaliteit. We hebben niet voor niks milieuzones ingesteld om de lucht beter te maken. Daar moeten we nog veel meer in gaan doen. Maar ja, als er dan zo'n cruiseschip aanmeert, dan denk ik bij mezelf, wow, dat zijn 100.000 dieselwagens tegelijk. Precies. Die hier de stad binnenkomen pruttelen. Precies, dus het is ook waanzin inderdaad dat we inderdaad een milieuzone hebben en tegelijk die cruiseschepen binnen laten komen. Dus daar zullen we ook maatregelen tegen moeten nemen. Dat kan dus in de toekomst gewoon niet meer. Wat voor ons ook een belangrijk speerpunt is vrijheid. We zien dat steeds meer mensen tegenover elkaar komen te staan. Er is ontzettend veel polarisatie in de stad. En wij zeggen van, laten we elkaar nou die vrijheid gunnen. Want uiteindelijk, we moeten het samen doen. En daarom willen wij een partij zijn die echt voortdurend op zoek is naar verbinding. Van laten we nou niet links en rechts tegenover elkaar zetten, maar links en rechts samen die stad beter maken. Laten we nou niet arm en rijk tegenover elkaar zetten, maar laten we het samen doen. Dus dat samen de stad beter maken, dat is een oproep van ons die we voortdurend in de politiek willen laten horen.